Goed, goedemiddag dames en heren. Hier direct na de wedstrijd op 29 september VV Staphorst VV Berkum. De man van de drie doelpunten naast me, Freddy Teravest. Teruggekomen hier bij Staphorst, Freddy. En ik verneem het net al van Erik Mensing. Al 7 doelpunten gemaakt, waarvan 5 in de competitie. Waar gaat dat naartoe? Voor mij zijn het er 4 voor mezelf. Maar goed, voor mij mogen ze er 5 neerzetten. Maar weet ik niet. Het is lekker om te scoren altijd natuurlijk. Maar ik vind het vooral belangrijk dat vandaag na de wedstrijd tegen PEC dat je gewoon met z'n allen 3 punten pakt. Dat is lekker. Goed, ja, nou, ik wou het ook nog even over de wedstrijd van woensdag hebben. Je hebt al in het interview laten blijken dat je, ja, je verliest met 1-0 misschien toch beter met 4 of 5-0. Dan heb je tenminste echt het idee dat je verliest. We hebben veel kansen gehad. Een schitterende ambiance hier zo. En dan is het dan moeilijk om je echt goed te focussen op de wedstrijd tegen Berkum vandaag? Nou, voor mezelf valt het wel mee. Natuurlijk, het is wel wat anders dan afgelopen woensdag. Net wat je zegt, een mooie entourage woensdag. Dat heb je het liefst elke week. Maar goed, dat is niet realistisch. Maar ik heb geen moeite om op te laden voor Berkum. Want ik heb het net ook al gezegd, ik vind de competitie uiteindelijk belangrijker dan een wedstrijdje tegen PEC. En dat is hartstikke leuk hoor, voor iedereen. Maar ik denk dat wij in hoofdklasse wat meer kunnen bereiken dan in de KNVB-beker. Nou goed, nou oké, opladen is dan misschien niet het goede woord. Maar zit het dan nog in je benen van woensdag? Nou ja, je kunt aan de meeste jongens in de tweede helft natuurlijk wel merken dat we woensdag wel een zware wedstrijd hebben gehad. Dus je voelt het wel. Maar goed, uiteindelijk pak je 3 punten. De laatste 10 minuten denk ik wel even penibel dat Kalusi volgens mij nog vrij voor de goal overschiet. En dan heb je een klein beetje geluk wat je woensdag niet had. Ja, dat was 4 seconden voor tijd, Freddy. Maar het maakt niet uit, we winnen met 3-2. Kijk, 3-2 ziet eruit als dat het echt een hele moeilijke pot was. Maar als je het gewoon realistisch bekijkt en Mike schiet die 4-1 er wel in, ja, dan wordt het misschien nog wel meer. Maar we hebben het dan onszelf te danken. Nou ja, ik denk dat wij onszelf inderdaad te moeilijk hebben gemaakt vandaag. Inderdaad, volgens mij op 3-1 krijgen we een keer met Mike inderdaad een goede kans. Voor mij nog een keer, ik weet niet wie het was. Dan maak je het zelf moeilijk door niet die 4-1 te maken en wel inderdaad aan de andere kant de 3-2. Dan lijkt het inderdaad een moeilijke wedstrijd, maar ik denk dat we wel terecht hebben gewonnen. Goed, nou, dan hebben we 3 keer gelijk gespeeld, 2 keer gewonnen, nog niet verloren. Volgende week naar ACV. Nou, als we het spelbeeld zo een beetje voort kunnen zetten en iedereen komt echt een beetje in de swing, nou, dan gaan we nog een mooi seizoen beleven, ook met meneer Teravest. Ja, daar gaan we voor inderdaad. Eerste 3 wedstrijden natuurlijk gelijk spelletje, waar je achteraf natuurlijk van denkt van ja, je had het beter willen beginnen. Maar goed, je kunt maar 1 ding doen, dus dat gewoon elke wedstrijd weer 3 punten willen pakken. En dan zien we wel waar het schip zinkt. Ja, we hopen niet dat het zinkt. Bevalt het weer goed teruggekomen bij echt toch wel een beetje je oude liefde? Ja, het bevalt goed. Veel jongens natuurlijk waar ik al mee samen heb gespeeld, supporters. Ja, gewoon prima. Goed zo. Nou, bedanken Freddy Teravest. We gaan het goed vermelden in het verslag voor zijn 3 doelpunten vandaag en zijn geboortespel. En we zijn echt blij dat de kleine man weer terug is. Freddy, bedankt jongen. Goed weekend. Ja, dit was het direct na de wedstrijd VV Staphorst VV Berkum. Volgende week uit naar ACV. 13 oktober staan we hier thuis weer tegen Deto. Maar dat is veel later. Laten we nog maar genieten van het zonnetje. Lekker biertje. Ik wens iedereen een goed weekend en graag tot de volgende keer. Tot ziens.
Raymond, direct zo na de wedstrijd VV Staphorst, VV Berkum, de 3-2 uitslag. Dan zeg je van, nou, dat is een hele spannende wedstrijd geweest. 3-5 doelpunten, hartstikke mooi. Heb je dat op de bank ook zo beleefd? Ja, dat is altijd spannend, maar ja, wij komen wat knullig met 1-0 achter. Waarbij wij afspreken om echt verdedigend te spelen en in de uitbraak wat te doen. Ja, dan moet je niet achterkomen. Ja, dan staan we gewoon slecht te verdedigen, slechte passing. Ja, dan wordt de eerste helft gewoon moeilijk, keuzes maken. Nou, dan heb je een fase, die eerste fase was best wel goed en die laatste fase was goed, maar daartussenin was het matig. Goed, ja, je had wel degelijk een plan, tenminste als ik dat zo boven in de omroepcabine kan bekijken. Denk ik van, in balbezit van Staphorst goed gestaffeld allemaal staan en dan op de uitbraak met je snelle mensen voorin wil je wat forceren. Ja, dat klopt. Ja, goed, en dan is altijd als je verliest, dan zou het niet kloppen, maar het klopt eigenlijk perfect. Goed, en dan net wat ik zeg, komen we met 1-0 achter en dan een oudspeler van Berkum die denkt van misschien moet ik ze een klein beetje in het zadel helpen, Jordi Lemmens. Zal het niet expres doen, neem ik aan. Maar dan wordt het 2 minuten daarna, na die penalty die Mark goed inschiet, wordt het dan weer 2-1 en loop je dan eigenlijk achter de feiten aan, constant de hele wedstrijd? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Kijk, verdedigen is in onze tijd mes in de sokken. Ja, en dan moet je er wel eens één echt omleggen. Ja, dat hebben we gewoon niet gedaan vandaag. Heel simpel. Gewoon ja, als een stelletje barjuffrouwen lopen verdedigen. Ja, dan genieten ze wat te veel van het mooie weer, zeg maar. Ja, dat kan ook. Maar... Ja, oké. Okay, nee, ik ben chargerend een beetje. Maar ik had echt vandaag verwacht vandaag. Ik denk, nou, Berkum die weet dat Staphorst afgelopen week op woensdagavond veel energie heeft moeten steken in die wedstrijd tegen PEC. Die klappen erop, maar dat plan heeft dus niet gewerkt. Nou ja, dat weet je niet hoe ze eruit komen. Hè? Kijk, wij spelen ook wel eens een doordeweekse wedstrijd. Dat kost ook energie. Ja, dat kun je alleen maar doen dan door ze te dwingen aan het lopen te krijgen. Maar dan kun je beter voorstaan dan achter. En dat zit dan tegen. Ja, moeilijker kan ik het niet maken eigenlijk. Nee, oké. Okay. Want eigenlijk is het 3-1 in de tweede helft. En dan iedereen die Staphorst een warm hart toe draagt. En misschien de neutrale supporter ook. Wacht eigenlijk op de 4-1. Die Mike Reuvers misschien wel moet maken. En dan is het helemaal klaar. Maar dan helpt Staphorst je toch nog wel een beetje in het zadel. Met die 3-2. Die Yannick goed afmaakt. Maar die moet 4 seconden voor tijd ook nog wat doen volgens mij. Ja, kijk. Je geeft aan. Staphorst helpt ons in het zadel. Ja, dat is over en weer hè, met voetbal. Iemand maakt een fout en de tegenstander profiteert. Ja, dat is 5 keer gebeurd. Goed. En dan wordt het 3-2 en dan ga je met een nederlaag terug naar Berkum. Het is niet zo ver, maar het blijft vervelend. Ja, helemaal. We hebben nu 2 keer achter elkaar verloren. Op zich niks aan de hand. Maar ja, je gaat hier toch naartoe om te winnen. Ik hoorde net van onze verslaggever in 2001 was dat voor het laatst. Dus ja, dat zegt wel iets van de kracht van Staphorst thuis. Na afgelopen woensdag, ik vroeg het zo straks al aan Freddy, dus misschien de motivatie is nog wel op te brengen, maar heeft dat dan ook extra kracht gekost? Ja, als je het laatste 20 minuten ziet misschien wel, maar dat vond ik in de eerste helft eigenlijk niet. Het zal ongetwijfeld wel wat kracht kosten, maar ja, het gaat erom, ik denk dat ze woensdag ook gedragen worden. En nu moet je eigenlijk hetzelfde weer opbrengen. Dat is misschien altijd wel wat moeilijker. In omstandigheden van woensdag hoef je daar eigenlijk niks aan te doen, denk ik. Nee, ik heb wel een oproep gedaan om nog weer iedereen hier naar Sportpark te krijgen. Maar ja, het is een truckersfestival en die moet naar zwemles met zijn dochter. En dat lukt dan helemaal niet. Maar 3 dagen na zo'n entourage, dat was gewoon hartstikke mooi. En dan vind ik toch knap dat die jongens dit nog wel op de mat kunnen leggen. Ja, eens. Hè? Ik bedoel, ik heb er zelf ook van een aantal set van genoten, behalve dan de uitslag uiteindelijk. Maar ja, hoe het allemaal georganiseerd was, ik kun niks van zeggen. Ik denk dat we ze heel goed partij hebben geboden. En uiteindelijk, dit soort wedstrijden speel je natuurlijk niet veel. En dat hebben we nu gedaan. Dan moet je er vandaag wel weer staan. En dat vind ik dan ook een compliment aan de jongens. Goed, ja, want Berkum is natuurlijk geen misselijke tegenstander om direct naar zo'n wedstrijd te krijgen. En dan had je een beetje rekening gehouden met de strijdplan wat Raymond net schetste en ook uitvoerde op het veld?
Ja, eigenlijk wel. Want Radio Oost die vroeg het ook nog. Ik denk, nou, ze gaan met 5 man achterop spelen. 2 middenvelders, 3 er voorop. En ze wachten op de momenten die ze krijgen. En die krijgen ze elke wedstrijd. Zeker met deze buitenspelers. En dat hebben ze gedaan. Alleen wij scoorden denk ik wel op de goede momenten. En ik denk inderdaad dat we de wedstrijd op slot hadden moeten gooien. Dat deden we niet. Ja, en die keer dat ze dan toch weer voor de goal komen, die zit er ook meteen in een 3-2. En ja, toen was het nog billen knijpen voor ons. Ja, want eigenlijk moet Mike, ik weet niet welke minuut dat was, maar zeg maar 65e minuut moet hij die 4-1 maken. Dat weet hij zelf denk ik ook wel. En dan speel je een gelopen wedstrijd. En dan gaat het 4 seconden voor tijd denk van nou, dan gaat toch nog die 3-3. Maar ja, dat zat een polletje zijn, kan bijna niet op die mooie mat. Of een, de veet is niet goed gestrikt van Yannick Alouchi, maar ging gelukkig over. Ja, ik houd er maar op dat we hem heel goed onder druk zetten, denk ik. Waardoor hij heel snel moest handelen. Maar nee, ja, ik kon het niet zo heel goed zien. Maar ik bedoel, ik zag dat hij wel aardig vrij stond. Want volgens mij kopte Reinier hem eigenlijk voor zijn voeten. Maar ja, ik zeg wel, iedereen staat ervoor. Dus ik kon het niet helemaal goed zien. Maar volgens mij was hij vrij open, recht voor de goal. En hij schoot hem wel aardig over. Goed, nou, Stappers is nog ongeslagen na 3 gelijke spelen, nou 2 winstpartijen. Het belooft nog wat voor het vervolg van de competitie. Ja, maar ja, ik weet, dat kunnen we elke week wel zeggen. Kijk, je weet hoe moeilijk de competitie is. En dat geldt voor ons, dat geldt voor elke ploeg eigenlijk. Je ziet ook de uitslagen vandaag weer. Dat maakt het mooi, de competitie. Maar nogmaals, ook wij zullen wel eens even tegen dit soort nederlagen aanlopen. Misschien ook wel 1 of 2 keer. Maar over de hele lijn doen we het goed. Maar ja, we zullen wel in de loop van de competitie zien waar we uiteindelijk uitkomen. Goed, nou dan sluiten we in ieder geval hier de wedstrijd mee af. Maar ik zag gisteren ook nog iets. Ik denk, als die Dennis van Toor geen trainer geworden was, dan had hij wel bij hoe heet dat programma van Matthijs van Nieuwkerk, De Wereld Draait Door. Dat is ook zo'n autocue lezer. Ik heb dat filmpje gezien van het Foute Feest. Nou, je hebt hem perfect geïmiteerd, Dennis. Ja, eens. Ik heb hem teruggezien. Ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik niet zo trots op. Nee, maar kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, ik krijg 5 minuten voor mijn training zoiets in mijn handen geworpen. En dat moest ik dan even gaan voorlezen. Maar achteraf gezien hadden we hem nog wel een keer overnieuw mogen doen, denk ik. Ja, nou ja, als je met je manschappen het fotofeest maar goed iedereen de biertjes intapt en de colaatjes en de bitterballen rondbrengt, komt alles goed. Daar ben ik beter in, denk ik. Nou goed, daar is de trainer beter in. Dit was het napraatje van VV Stappers Berkum. Nogmaals bedankt aan de trainer van Berkum voor zijn uitleg. En Dennis ook bedankt voor je uitleg. En 13 oktober, dan staan we hier weer. En dan hebben we de wedstrijd tegen Deto gehad. En dan hopen we weer 3 punten bij te schrijven. Maar zo makkelijk als ik het schets, is het allemaal niet. Goed weekend allemaal. En graag tot de volgende keer hier in de bestuurs- en sponsorruimte van de voetbalvereniging Stappers.